monsieur cannibal. Je ne veux pas mourir, monsieur cannibal. Laissez-moi partir. Vandaag is rood de kleur van mijn biefstuk met aardappels en... Nee, dat niet, hè. Margarijn hier. Wat is jongen? Margarijn, dat doet me ergens aan denken. Doet me ergens aan denken. Ik denk dat het Halloween wordt, jongens. Dat kan zijn dat je de laatste aflevering mee wordt, jongens. Hé, hey, als hij komt, dan moet hij gaan. Niet in de weg staat, jongen. Gewoon een beetje koken vandaag, hè. Nou, hier. Vat een glas gewaan. Dat is een beetje magere wijn, hè. Kom, jongen. Kralen. Kunnen jullie zeker niet, hè? Masker op. Ik ga wel even deze kans gaan kopen, jongens. Dan mag ik me niet aan denken dat ik bang ben van een. Ja. Wat ga je met doen, jongens? Eens kijken. Ik weet al wat je is geweest. Face-specialist. Hierheen, jou. Flesje bloed, jongen. Lekker, jongens. Luister, die Hein blijft hier even staan, we gaan toch een beetje koken nou, hè. Ik heb er scherp genoeg van. Gewoon opzij, dames en jongen. Ik heb hier een beetje water met rode aan. Het bestaat in de weg, jongen. Die gast kan wel niet filmen. Eerst Hein in de keuken, nou jij. Kom. Koken, rood laten worden, die zout en peper erbij. En niet heel het busje deze keer, hè. Ik denk voor de kost, blijf ze niet kopen. Beetje zout. Ik weet ook altijd. Zout op uw lijken. Beetje rode kool ook nog, jongens. Die heb ik al opgechopt, hè. Ik heb een Hein gebeld. Was om 6 uur op het moment. Ik zeg, doe maar eens iets. Nog wat lichtjes op het vuur zetten. Of donkertjes. Dat is gewoon een stille vent eigenlijk, de mager Hein. Ik ken hem nog van vroeger, zaten met hem schoon. Was je gewoon dik, dat is een dikke Hein. Een aardappeltje moet even gaan koken, hè. Met een bloody aardappeltjes. Gewoon lekker bloedpuree van maken, jongen. Heerlijk voor deze tafel van het jaar, of niet? Heerlijk zeg, of niet? Maar helemaal niet uit, jongen. Komt allemaal goed, hè? Nee, jouw zij is tegen mijn mes, jongen. Leg hem eens neer. Onscherp, zeg. Snijd de weiging in de vingers. Pannetje zetten wat verhit op vuur, jongens. Dan gaan we deze biefstukken direct even lekker bloody maken, hè. Ik zeg dan gewoon allebei de kanten. 1, 2,5 uur bakken. Blijft ze goed rood. Het is biefstuk, hè. Ben jij niet van Hein ook? Heintje Davids dan. Broertje voor jou. Ben jij als het laatste uur geslagen en kom ik aan hem uit. Ja, dus mijn lesuur eigenlijk geslagen. Niks zelf. Ik zie dat. Opgeschoppen rode kooli. Ja, dat is er niet meer eens. Ik heb de hummel zien koken. Hé, hey, ik hoop dat je alleen maar capaccio. Man van weinig woorden is niet. Ja, tong verloren. Wel voor het gesneden. Ja, dat is toch ook verloren. Nou, we beginnen met een bloody steak, jongen. Het zal wel een lekkere lip. Nou, we gaan er aan iets doen hier. Zet maar een beetje ruin in. Ik ga gewoon wel koken onderaan hier. We gaan een biefstuk bakken. En niet van mijn beeld. Ruim olie in de pan. Als je niet meer redt, dan ja, is dat zeg maar. Hé, hey, Hein jongen, bedankt. Proost, hè. Hé. Hey. Maak een wijntje, Heintje. Hé. Hey. Ik ken hem de grap van vorige week, mijn broers en mij. Ters. Een schenkje. Hou de pakken boven, kom. Nou, even opzij, Hein. Even die appel afgieten hier. Heintje nou. Misselijk ventje, jongen, baba. Ik heb die cameraman 4 weken geleden al. Vind je gus? Hey. Ik ga maar erbij gooien, jongen. Gewoon een beetje lekker wat spijzen, een beetje kaneel erbij. Mooi, echt Halloween. Zie je van die speculaaskruiden erbij. Ja, die peper erbij zo. Ik wil een echte zijs hebben. Wil je gaan stampen? Stamp niet, jongen. Ik vind het wel niet lekker. Oh, jongen. Ja, hey, kom. Hij slaat al, dus misselijk ventje kan wel. Dan gooi je kool niet bij wel erg, die gooi je gewoon bij. Wacht even, houd die Hein even in beeld. Dat hij niet wegloopt. Kijk, die is wel lekker. Hé, hey. Och jongen. Dat zeker ziet er niet uit, hè. Ruik niet om. Je moet pluven, jongens. Pluven. Als je al gewend bent, als het helemaal is. Het is net een hond. Hé, het is net een hond. Net een hond. Oh jongens, kom. Een klein druppel olie eruit persen. Ja. Staat zich wel, jongen. Kijk. Beetje van de puree erin. Ik zie dat je echt gewoon professioneel.
spullen waren in die gast. Ja. Dat is afgelopen. Welke wilde? Nou kiezen? Nou kiezen? Ja, ik sta. Deze kunnen we wat gaan eten. Nee, het staat gewoon niet naar hier. Wacht even. Bier, god. God, man, zuurkerijn. Hier. Je komt niet meer terug. Hè? Nou, deze week? Volgende week? Hé, hey, jij. Kunnen mij nog horen? Volgende week lekker soep op me trekken, jongen. Lekker bloedsoepje. Zonder die mijn. Later. Ja, even jongen, passen we niet aan. Komen jullie koken, hè? Volgende week niet, vrijdag 13. Heb ik hier in de mat even mee rondlopen, doen nog niet. Maar dan, even een lopen van afmelen. Doen we even iets afsteken. Komt dat goed. Neem ik weer werken, Bas. Kom ik dan wel langs. Anita,